Jij hebt al een hele mooie foto ervan. Dat was niet de bedoeling. Die weer stelt niet zo heel veel voor. Het is gewoon een beetje op 45 graden naar achter trekken. Nou, ik heb zoveel gewicht en zoveel profiel. En hij is in de zachte kant. Ik trek hem zo weer uit. Het gewicht zat nog aan voor van het kaal aan rijden, maar ik heb op zondag ook nog wel gered. Nou, die laatste rondje daar, hij zegt van blijf maar even in de buurt dat ik hier aan de kant pak. In ieder geval ik weer aan de zwarte kracht en prooi val. Maar ja, ik heb liever dat het gebeurt als hij wat dichterbij huis was, maar toe maar. Zal hier al, hey, die koppakker die is wel. Ik zal vast. Ietsje vlak. Het helpt niet heel veel, maar ik rij hier toch. Dus ach ja. Hey, ik wou dit vandaag in de zaal, ja, eigenlijk, maar als ik het weersbericht zie. Dat het misschien of heel weinig gaat regenen of helemaal niet vandaag. Liever een dagje wachten. Dat mooi een beetje afdrogen. Hoppata. Ik denk dat stukje moet hij. Gaat hij waarschijnlijk steken dat hij elke dag eruit rijdt. Maar nou, misschien ook niet. Weet niet. Het ziet er mooi uit trouwens. Oh, hier zit je eind voor. Je oude eind voor. Hier al. Ik snap niet helemaal dat hij daar niet daar begonnen is. Daar in die greppel. Maar. Nou ja, het zijn feestjes. De loonwerker heeft trouwens gebeld. Ik had hem, het is nu maandag, ik had hem zaterdag al gebeld. Ik nam hem niet op, want hij was druk met gras. En hij had niet gezien of zo. En, nee, hij was in gesprek en hij is nog maar teruggekomen. Nou ja, en ik had dacht van, ik zal niet lastig vallen nou. Hoppatee. Een beetje. En ik heb vanmorgen weer gebeld. En toen, of hij vandaag kon ploegen, maar. Dat ging niet, want ik hoorde ook later, hij heeft wat werk overgenomen van een andere loonwerker. Of die andere loonwerker was te druk of heeft de boel kapot, dat weet ik niet. Maar hij slaat ook weer met twee akselaars weg. En die vent die ploegt vaak, die vaak ploegt, die zit op de tweede akselaar. Oh, die zit lekker te slippen. Of ja, dat is een vies plekje daar, dus ja. Probeer maar gewoon en zie hoe het schip strandt. In de sloot. Dus die vent die was druk blijkbaar. En, nou ja. Ga mijn vader maar ploegen. Ook goed. Beetje geven en nemen tenslotte. Mijn vader is al hier al geweest, vanmorgen wezen cultivatoren. Een heel stukje losgetrokken, maar. Ja, een klein beetje natheid hou je toch. Dus. Nou, dat goed, ik ga naar huis. Hij komt ook zo aan. Het is etenstijd. Nou, dan gaan we dan weer verder. Het grote gedeelte is gebeurd. Wat is dat? Het is gewoon een bolletje gras, geloof ik. Ja. Het is mooi droog. Mijn vader heeft gisteren de natte stukken gecultivaterd. Een beetje opgedroogd. Alleen daar al achter de boom staan twee sporen met water. Nou, daar ga ik niet op wachten. Ik had een beetje problemen met het zaaiapparaat, maar dat is ook weer opgelost, lijkt het. En we klooien rustig door. Vandaag alles afmaken, eindelijk. Wat is het nou, half mei? Mij een beetje gras zaaien, vind ik niet lekker. Kijk. Nou, hoppakee. Hij heeft al een baantje gemaakt daar.
Zo. Die raakt nou in. Die raakt nou inkleuren. Piep piep. Goed zo. Hoor je er een tik? Lekker rustgevend is dat. Ik denk niet zoveel rust als, als hij ophoudt met tikken. Dan is er iets aan de hand. Hoppatee. Nou, zo gaan we door. De groet aan Simon. Als hij kijkt. Want hij vond de filmpjes te lang. Zeg ja. Dat is jammer dan. Nou ja, nee, dat heb ik niet gezegd. Ik zeg, ik neem het ter harte. Dus, weet je, als iemand commentaar heeft, moet ik het vooral vertellen. En als hij niks zegt, ja, ik kan het niet ruiken of zo. Dus, het is wat het is. Hij zegt, Boer Gerrit, die heeft mooie compacte filmpjes. Ja, dat is waar. Daar kun je niks tegen zeggen. Nou, het is zo. Nou ja, weet je. Ik moet wat filmen, want ik heb zelf een hartjes voor de radio. Nou, we kunnen niet allemaal knap zijn. Ik heb het jaren gedaan, ik ben weer opgehouden. Nou, hoppa. Echt vet spannend dit. Oh man. Oh, nog één vakje inkleuren. En dan gaan we daarheen en daarheen. En dan ga ik een grote stuk doen. En ik ga door totdat het bakje leeg is. Er zal niet zo heel veel in me inzitten. Oh, ik moet er nog wel op deuren. Dan zit ik al eens dubbel te zaaien. Piep, piep. U leidde me een beetje af. Nou. Hoppa, we klooien maar door. Straks eens kijken. Ik ga zo een hapje eten. Dan zal ik eens kijken of die andere camera tevoorschijn kan toveren. Ik weet niet hoe jullie zit, maar ik zal een parkje voor me krijgen van de trail van mij. Oh man, man, je wil je niet goed gaan. Maar goed, iedereen is heug. Ik zal niet om jullie kijken. Maar ja, aan de andere kant, ik weet dat er komen gaat, want ik was erbij. Dus ja, ik vind het niet zo spannend. Hoppa, nou doei! Je zal pompen naar het Gerstzaaien. Oh, mooi hè. Die nokjes aan de grond. Zat erin, hooguit een halve bar. Mooi man. Pompen nou weer op. Hij pompt ze vanzelf op. Ik heb zo'n apparaatje die ze die dat zelf kan. Kijk. VF 710 R38. Mooi man. Kijk, nog maar twee nokjes aan de grond. Ik weet niet of je het kunt horen, maar hij is nu aan het blazen. Hij blaast een poosje. En houdt ermee op de meter. Ja, nu houdt hij weer op. Ik zie de stang ook een beetje bewegen. Gaat hij meten. En dan gaat hij weer. Kijk, nu gaat hij weer eventjes, want deze, hij komt dicht bij zijn doel. Dan gaat hij elke keer wat korter. En dan vaak gaat hij ook aan het eind gaat hij weer aflaten, omdat hij vindt dat hij er iets te veel bij gedaan heeft. Moet alleen nog een iets maken met twee slangen eronder. Twee tegelijk aan oppompen, de banden.
Zullen we eens kijken wat hij ervan vindt. We volgen het slangetje. 22 Pascal. Kan het zich nog herinneren? Ja, het was een grote één paar. En dan moet anderhalf toe, dus hij is al even bezig. Oh, lekker man. Mooi stukje. Dan wordt dat moois. Natuurlijk geen klepelmaaier of een maaiarm, maar het gaat prima. Een beetje pakken in je goed, want ik kan niet helemaal op de grond houden, want dan zit die aandrijfkast. Maar goed, kiezen of delen. Hoppa. Ben ik wel iets te enthousiast dat ik dat. Dat kunnen twee keer oppakken of zo. Daar kan ik geen zak van zien wat ik nou eenmaal doe. Misschien zit er wel een hele dikke jongen achter. Spannend. Kijk wat hij hier doet. Deze steekt wel heel ver uit. Prima! Hoppa. Ik had alleen bij de gisteren kunnen doen, want toen was het droger. Maar ja, toen was ik druk met andere dingen. En ach ja. Ja, straks zou de spoor helemaal niet gezien hebben, omdat de takken eroverheen hingen. Dus doe maar. Iets achteruit eroverheen, dan weer vooruit en dan... Oh, dat is best prima. Daar kan ik er wel mee leven. Oeh, dat ben je te gek voor de beestje.
klein stukje. We zijn weer terug bij dat apparaat. Het gaat niet helemaal zoals ik zou willen dat het ging. Maar dat is makkelijk op te lossen. Kijk, dit zijn... dit zijn blinddoppen. Deze en die. Daar hangt het kastje. Bedieningskastje. En dit is de spuitdop. Maar hij drupt nogal stevig. Hij... Weet je... Als ik uitzet, dan loopt hij nou een hele poos na. En hij blijft ook niet stoppen met lopen. Volgens mij hevelt dit dat ding leeg. En dan zit er hier aan de zijkant een kraantje. En dan moet je, als je begint, moet je die even aanzetten. En als je stopt, moet je weer uitzetten. En dat hebben we even aangehouden. Trouwens, die kan natuurlijk open. Want ik had even niks. Ik had er niet bij stilgestaan dat hij dat zou doen. Dus ja, dat was even behelpen. Gelukkig zat ze zelf niet op de oproep vragen. Had ik er geen last van. Maar ik heb een nieuwe gekocht. Met een membraampje dat die stopt. Dat is dus een klepje. Die was bij een bepaalde druk open gaat. Ook dat mooie vierkantje, dat ik hem gewoon weer op dezelfde plek kan schuiven. Ik zat eerst naar een andere te kijken, maar die had het niet. Deze was een paar euro duurder. Zo'n ding kost nog 8,5 euro of zo, ex. Zoiets. Dus er stelt er geen zaak voor. Buurman is aan het gieren. Dus, hoppa. We zullen die andere eens losknippen. Hoe dan? Hoe kan ik er makkelijk bij? Nou, zo dus. Hoppa. Nou, die andere ook. Dan kan ik het allemaal losmaken. En ik heb nu dus eentje gekocht met één aansluiting. Omdat ik weet dat er één dopper zat is. Dus heb ik ook geen eindstuk meer nodig. Nou, dat is het oude zooitje eraf. En dan een beetje van die zooi in mijn giegel. Beetje muf is het. Moet ik even kijken hoe om die staat trouwens. Daar zit er ook nog in, een filtertje. Hoe ga ik die eruit krijgen? Gewoon zo. Oh, daar gaat hij al. Wat is dat voor troep? Ik vermoed... Ja, dat is een beetje gras, meuk, want... degene die op de opbouwwagen zat, die zei, de volgende keer moet je wel de dop erop draaien. Dat ding bovenop. Maar die heb ik niet opgedraaid, dus ik vermoed dat het gewoon is van... dat het rots ingekomen was, want hij was hem wel vrij snel weer tegengekomen. Hij reed er bijna overheen, zei hij. Maar dat is het, denk ik. Hier zit een rubbertje in, als het goed is. Ja, kijk, een dopje met rubbertje. Je kunt zien. Moeilijk. Ja, je kunt zien. Dus in plaats van dat hele zooitje is nu alleen dit. En ik zit dus te kijken. Ik moet hem, ja. Deze moet niet naar voren of naar achteren. Naar de zijkant. Kleding. Het gaat nog best moeilijk. Nou, dat doen we zo wel. Kom maar goed. Slangetje erop. Ja, helemaal fijn. Kijk eens aan. Die moet ik even schoonmaken. Oh, schoon. Hoppa. Is het roeien? Ja, dat is mijn spuit op. Nou. Eens even kijken. Ja. Klikken die klakken die. Hoppatee, we zijn er. En nou, dan moet hij in principe goed zijn. Hij zit nu iets lager natuurlijk, want
Kijk. Maar ik kan nog een heel beetje hoger doen, dus dat is niet zo'n punt. Ik laat die andere dingen gewoon zitten. Oh, daar kan ik wel een trekbandje aan vastmaken. Dat die. We zien wel. Kom maar goed. Nou, ik had hier een trekbandje liggen. Ja, daar ook. Die zou ik eromheen doen. Dat die. Ja, hij zit aardig klem, maar ik heb gewoon gedaan voor de zekerheid. Dat. Ja. Dat hij er niet uit kan. En dan. Gelukkig heb ik het lang genoeg gelaten. Oeh, dat was ik. Goh, pens. Nou, dan kunnen we de volgende keer naar gang. Ik denk die schakeling. Dat hij dus automatisch aan en uit gaat met de klep. Dan met de pick-up op en neer. Tja, ik weet het niet. Ik weet niet zoveel nut, hè. Want ik laat de pick-up gewoon onder staan. Ja, als je met gang over het kopeind heen moet jagen steeds. Of een keer over een greppel in, dan beur ik hem op. Maar nou, verder laat ik hem gewoon beneden staan. Dus, nou ja, hij zit. Hopen dat de volgende keer beter gaat. Ik niet dat elke keer het klerenkraantje aan en uit doen, maar de volgende keer ga ik wel zelf rijden. Hoppa, we zien wel. Komt goed. Vandaag heb ik iets gemaakt. Of we eigenlijk. Iets simpels waar ik best wel blij van word eigenlijk. Ja, gelukkig zit hem in de kleine dingen. En dan. Die zat er nog niet. En waarom? Nou. Ik heb daar een weiland. En om de koeien erin te sturen. Gingen ze altijd over de voergang heen. Nou ja, een klein stukje maar. Het laatste stukje. En. Dit is de Wertheggenberging. Voor de Wertheggenberging langs. Weet je, en wanneer moet je natuurlijk wezen? Als de koeien er voor je poten lopen. Dus ja, altijd gezeik. En het ging wel en zo. Maar het was wel een situatie die zeker voor verbetering vatbaar was. Dus daar is de koeienstal. Dit is de mestopslag. Lekker, lekker. En dan gingen de koeien dus daar op de hoek eruit. Of eigenlijk iets voor de hoek. Ze met tweede spandvak. En dus dan lopen ze, dan moet ik het voer dus bij het eerste spandvak en het tweede spandvak moet wegdrukken als het nog restvoer was. Zodat ze dat niet overheen zaten te banjeren. Nou, een deel van het hek was scharnierend. Dus dat ging allemaal op zich best. Maar, nou ja, en elke keer natuurlijk aan lopen scheid is natuurlijk op de voergang. Hè, je kent het wel. Dus ja, dat. En de andere twee weilanden gaan de koetjes er via de achterkant uit. Hier zit dus een sloot, zoals je wel ziet. Nou ja, en dat is het einde van de koeienstal. En nou, je kunt niet helemaal goed zien, maar wacht, ik loop er wel even naartoe. Ik hou toch van in de regen lopen. Ja, die is nieuw ingezaaid, dat komt lekker op. Er zit ook allerlei meuk tussendoor, weet ik wat, allerlei kruidenzooien, klaver natuurlijk. Echt, en onkruid, dat kweken we ook. Hey, die koeien komen hier al uit. En hier de rotzooi. De koeien komen hier al uit. En dan gaan ze dus via deze kant, hier al, hoppatee, dit weiland in. En daar aan die kant toe, andere weiland. En ik had hier al een kuilplaat. En die heb ik dus weggehaald. En nu heb ik vrij baan om hier een paadje te maken. Dus daar aan toe in die dam, kun je achter die Wertheggenberging langs, hoppatee, dat weiland in. Prachtig. Kijk. En ik wil ook trouwens, ze gaan dus via Daro hier het weiland in. Dat wil ik ook weg hebben. Dus ik ga hier twee hekken maken. Dus het linker hek voor dit weiland. Die hoop zand gaat nog weg hoor, in die rotzooi. Die gaat weg. En dat trouwens ook allemaal. Hier staat allemaal machines en troep. En nou ja, het gaat allemaal weg. Ik bedoel, ik ga het niet weggooien, maar het gaat wel hier weg.
Dat hek. Dus, ja, hier komt dus een paadje. Daar naartoe. En dat hek wordt voor dat weiland. Dat hek wordt voor dit weiland. En dan kunnen ze doorlopen, die kant toe. En dan kunnen ze naar een andere weiland. En dat kon dus eerst niet, omdat die kuilplaat hier zat. En als dat weg is allemaal, wordt het ook mooi gras. Wordt ook allemaal mooi. Die hoop zand weg, mooi gras. Komt helemaal goed. Dus dan maak ik hier een paadje van 2,5 meter breed. Dus ik was dat. Weet je, aan de bende maken ze toch. En ik zit over te denken om... ik heb de oude rozen liggen van een koeienstal om die hier neer te leggen. Als ze er een bende van maken. Maar weet je, dat zien we dan wel weer. Laten we het eerst gewoon doen. Die rozen erin leggen, dat kan altijd nog. Oh ja, en het hoopje rotsen dat trouwens. Dat lag, denk je natuurlijk van, hey, wat dacht je, tyfusbende van. Maar dat is dus alles wat hier vandaan kwam. Van de koeien, van de oude kuilplaat. Weet je, alle stukjes. Kijk, je ziet hier ook wel. Moet ik natuurlijk even zoeken. Kijk, een stukje steen, dat is een dakpan denk ik. Dat is een heel klein stukje, dus daar hebben ze geen last van. Kijk, nog een stukje. Een stukje van een touwtje. Een stukje van een strooitouwtje. Nou ja, ik heb het grofste meest eruit gehaald. En ergens, ja, ik zou wel liefst meer eruit willen hebben, maar ja, weet je, dat houdt een keertje op. Maar doe maar, kijk, hier dus. Hoppata. Wap. Oversteken. Helemaal prachtig. Achterlangs. Heel veel mensen die zeiden zo van, gut, waarom heb je die schuur niet gewoon hier helemaal tot achteraan gebouwd? Nou, hiervoor. Een vooruitziende blik. Oh ja, en ook zodat er hier al een kraan achterlangs kan om die sloot te maken. Maar ik weet niet of, dit helemaal, of ik weet niet of ik het helemaal bewust of onbewust heb gedaan, deze ruimte, maar het is wat het is. Kijk, en hier moet ik nog. Ik zie hem wel daarom. Deze rand is altijd vochtig. En hier ga ik nog wat zand ophogen. Maar ik moet opletten dat de taro niet lager wordt als hier. Want hier is dus een natte rand. En ik kan het hier wel ophogen en zo, maar dan ga ik het probleem verplaatsen. Weet je, dit blijft gewoon een beetje een prutrand. Ja, en weet je, je moet echt gewoon een beetje hier. Verder als dit moet je niet gaan rijden. Het is wat het is. Nou, hier is nog een beetje zand erbij. En op zich, als die kuilplaat straks... Die kuilplaat heeft nu een eigen afwatering. Ik heb de afvoer gemaakt. Dus op zich mag het hier ook wel hoger zijn. Maar ik wil hier in ieder geval een stuk hoger hebben. Hier is het al een beetje hoger, want ik heb die hoop zand neergegooid die ik nu daarheen gereden heb. Nou ja. Moet een beetje egaliseren hier. En gaat goed komen. Prachtig. Mooi. Ik ben blij. Zeer blij. Ze gaan volgende week al hier. En ik wil wel voor de tijd hier de vee en zo klaarmaken. Kijk hier. Hier zit dus de balk. En daaronder. En dat is geen fijne hoogte. Want ik wil wel een draadje hier langs hebben. Dat is dit beest niet tegen de achterkant aangezet. Hier tegen de damwand aangezet te schuren. Dat wil ik niet hebben. Dus dan moet ik even kijken hoe ik dat doe. Oh, kan ik beter gewoon. Ik denk dat het handigste is een paaltje op het beton. Gewoon een gegalvaniseerde pijp. Daar heb ik een hele vracht van liggen. Pootje eraan. Hoppatee. Oogje eraan. En draadje erheen. Nou, hier. Die vee moet opnieuw. Kijk, dit was dus de oorspronkelijke. Hoe laag het oorspronkelijk was. Waar die palen nog staan. Dit heb ik dus een heel stuk opgehoogd. En dit heb ik al een paar jaar. Is niks opgekomen. Oh ja, alleen een keer dus versloten. Dus het is lekker hard geworden. Dat is mooi. En hier ga ik misschien. Ja, als ik koeien hier in ben van maken, dan ga ik hier ook roosters leggen. Maar ja, hier ben ik heel blij mee. Het zijn simpele dingen. Hoppata. We gaan boeren rustig aan vooruit. Heel rustig aan. Vaak te rustig. Maar doe maar. Yo. Nou, de eerste keer. Het wordt toch gelijk een mooie teringbende, zie ik al wel. Och, heden.
een beetje jammer dat vannacht en gisteravond iets van 25 mm regent. Dus ja, het is, timing is niet het beste. Maar, tja, het is wat het is. Oeh, die bedenken zich, die vindt het wel mooi geweest. Dat is een beetje te spannend.